Whoa! Wow, Shefa AP overduwd. Hij had 200 AP en we hebben hem gewoon gepakt. Woo! Yo, kijkers van mijn kanaal en welkom bij de allereerste video in Fortnite Battle Royale met de kerstupdate, zoals je ook kan zien aan deze prachtige kerstmanbus. En helemaal versierd natuurlijk. Oh shit, ze springen allemaal. Oh ja, dat kan natuurlijk kloppen, want je hebt Anarchy Acres hier zo. En daar is het altijd gewoon lekker druk natuurlijk, weet je wel. En je zou een kerstboom moeten hebben hier, is mij verteld, waar je kisten hebt staan. Tenminste, daar kunnen kisten staan. Dus ik ben heel erg benieuwd. Waar is allereerst die kerstboom? Oh, daar. Ja, hier is de kerstboom. Alright, alright. Ik zie geen kisten als ik een beetje een arends oogje heb. Oh jawel, er staat wel een kist. Oké, dan ga ik er zeker wel op af. Maar kut, er is één iemand eerder dan ik. Dit wordt me dood. Dit wordt me dood. Ja, dit wordt me dood. Of ik moet nog heel snel rennen. Oh, hier staat een kist in. Nice. Deze heb ik nodig. Hup. Wapen. Pak het wapen. Oh, wat een kutwapen. Nee. Daar is iemand. Hallo. Doei. Oké. We got him. Oh. Weet dat je hier zit, pik? Ah! Hij zat zich gewoon te verstoppen. Hij dacht gewoon van, als ik hier gewoon zit, dan ziet hij me niet. Hé, Steen, dankjewel. Dit is echt een heel raar begin van het potje. Ik wil ook nog zoveel vertellen over deze update, omdat ik er wat over gehoord heb. Hoort heb en zo. Maar. Oh. Dat was. Oh shit. Kut. Snel bennetje. Lekker. Het werkt ook nog. Yes. Yes. Oké. Weg. Weg hier. Fucking weg hier. Ik moet even mijn medkit gebruiken. Oh jongens. Wat is dit voor begin van een potje. Please. Laat me alsjeblieft niet doodgaan nu. Alsjeblieft. Laat me gewoon even deze medkit innemen. Alsjeblieft. Yes. Oké, top. Reloaden. Oké, dan gaan we verder. Holy fucking shit. Wat een game. Nu al. Ik zie overal versiering trouwens. Wat is dit gruwelijk. Ik vind dit zo dope jongens. Voor de duidelijkheid. Ik ben echt... een van de grootste kerstmisfans. Ja, ik moest even opletten, want ik hoorde wat rommelen. Maar blijkbaar, dat fucking know wat het was. Maar ik denk niet dat het iemand was in ieder geval die achter me aan zit. Dus dat is mooi. In ieder geval, wat wilde ik zeggen? Oh ja, ik ben een hele grote kerstfan. Ik heb het in november altijd al over kerst. Ik ben echt... Oh mijn god, ja, ik hou er gewoon van. Ik vind het fantastisch. En ben jij nou ook een hele grote kerstfan? Doe natuurlijk dan even dat duimpje omhoog. Dat is wat ik wilde zeggen. En daarbij... weet ik toevallig dat er in deze update ook een sneeuwmachine zit. Nou, klinkt waarschijnlijk heel vaag als je er zelf nog niet van hebt gehoord. Maar het is een soort van sneeuwbalschieter ofzo. Maar dan de replace van de grenade launcher. Dus in plaats van dat je granaten schiet, schijnt het een hele grote sneeuwbalmachine te zijn. Dus dat is wel super cool. Dus ik hoop dat we die gaan tegenkomen vandaag. En dat we daar misschien ook wel gewoon een kill mee kunnen maken. Dat zou wel heel erg leuk zijn. En dan hier even kijken, secret loot plek is een looted, maar er is ook gewoon helemaal niks behalve een ammo boxje. Nou ja, dan hebben we in ieder geval wat ammo, weet je wel, maar verder was het eigenlijk het niet waard om hier naartoe te gaan. Maar dat weet je van tevoren natuurlijk ook niet. Zou hier al geloot zijn, of niet? Ik zie daar in ieder geval steen liggen, dus dat kan ik al gewoon easy meenemen. En ik zou het nog heel fijn vinden als ik een shotgun kan hebben, want... ja, ik weet niet, ik durf niet helemaal dat huis in te gaan zonder shotgun eigenlijk. Hier, dit is de badkamer waar ik nu vanaf hak, als het goed is. Ja. Kijk eens aan. Dit is al geloot. Oké, bennetjes nog. Wel, die neem ik ook maar gewoon mee, weet je. Ik bedoel, waarom niet? En is hij dan nog meer, of... ja, ik weet dus niet of ik iedereen gekild heb hier. Ik heb er 3 gekild. Nou, die mensen kunnen ook weer... die ik gekild heb, zeg maar, kunnen ook weer nog battles hebben gehad en zo. Mensen gekild hebben. Dus je weet gewoon niet hoeveel mensen er nu nog over zijn. Hier. En dat is gevaarlijk. Dat is altijd gevaarlijk. Hey, nice. Oh, die had ik daar al. Nou, dan trade ik hem gewoon. Fuck dat. Blauwe assault rifle. Die daar zo. Ja. Ja, alleen een shotgun. Nou, soms dan schrik ik gewoon heel erg. Omdat ik gewoon
heel erg aan het opletten bent, heel erg gefocust. En dan zie ik in één keer iets langs razen, maar dan is het gewoon een steen of zo, weet je wel. Dat hebben jullie vast ook wel eens als je dit spel speelt. Dat je gewoon denkt dat je iemand ziet, maar het is helemaal niemand. Goed, nou ja, laten we die kant op gaan. Daar heb je twee huisjes. Soms unlooted. Laten wij dat eventjes checken of het unlooted is. Want voor de rest hebben we alles al gekeken. En meegenomen en zo. Oh, hier nog stenen. Nou, die nemen we gewoon easy even mee, weet je. Hoppakee, weer met resources. Zo. Ja, dus. Het zou leuk zijn als we vandaag de sneeuwmachine gaan vinden. Oftewel de replace voor de grenade launcher. Dat zou echt heel erg leuk zijn. En daarnaast natuurlijk het potje winnen. Dat is altijd leuk. Daar ga je altijd voor. Maar ja, of het lukt is een tweede. We gaan het in ieder geval wel weer ons best voor doen. Ja, shotgun. Nice. Die wil ik al hebben. Dankjewel. Die kan dan daarheen. Hoppakee. Zo, nu ben ik al helemaal tevreden, jongens, over de loot. Ik vind het meer dan prima. Laten we naar de Wading Woods lopen. Want alles is versierd in principe in de map, voor zover ik kan zien. De bosjes en zo, zoals die ook. En de kerstboom en zo. Alles zit erop en eraan. Maar hebben ze dan ook dat hele grote bos waar we nu dus heen gaan, hebben ze dat ook versierd? Als ze dat ook hebben gedaan, dan is Fortnite echt helemaal awesome bezig. Want dat zou zo knijtervet zijn. En zo niet, dan hebben ze het alsnog goed gedaan hoor. Alleen dan, ja, weet niet. Gewoon is het jammer dat ze dat bos niet hebben gedaan, weet je. Dus we gaan het even checken. Ik ben benieuwd. Sowieso valt het me op dat ze lang niet alles hebben versierd. Want dit soort bomen zijn gewoon normaal gebleven. Dus ze hebben gewoon voornamelijk, zoals ik het nu kan zien, hebben ze de bus natuurlijk helemaal aangepast. Met de muziek ook daarbij. De bosjes, zoals daar. En de hier en daar kerstbomen toegevoegd. Dat is wat ik tot nu toe van de kerstupdate heb gezien. Hier, kijk, we zitten nu gewoon in de bosjes lekker chillen. Yeah, yeah. Nice. Hier verderop staat trouwens nog een vrachtwagen. Waar een kist in kan zitten. En die gaan we natuurlijk niet voorbij lopen zonder even gecheckt te hebben. Komt er licht uit? Nee, dat betekent... Ah, is al geloot. Oké, ook goed. Hij is al geloot. Hier is ook gebouwd, dus hier is ook al looted. Oké. Ja, dan lopen we gewoon door naar de Wading Woods. Zoals ons officiële plan oorspronkelijk al was. Zo, ja, dat wilde ik zeggen. Eens even kijken. 31 mensen alive. 3 mensen al gekilled. Loot is op zich wel redelijk. Nou, niet echt fantastisch, want ik zou dan ook nog wel graag shield poses willen. What the fuck is dit trouwens? Is dat een bug of zo? Zie je dat? Dat blauwe lijntje, die verplaatst zich soms. Hé, daar heb je hem ook. What the fuck is dat? Dit was nooit hoor, volgens mij. Wat zou het inhouden? Oh, wordt daar nu gebouwd? Of was het... Wow! Wow, 7 HP overduwd. Hij had 200 HP en we hebben hem gewoon gepakt. Hoe dan? Oké, ja, kut. Ik kan hier niet zomaar gaan healen. Ik moet die medkit meenemen. Hoppakee. En die shield potion ook. En dan gaan we even daar binnen healen. Want ik kan het hier niet zomaar doen. Dan word ik gewoon geschoten. Ik heb 7 HP. Hopelijk zijn we hier ongezien gekomen. Wat een game nu al, jongens. Wat een game. Holy shit. Kijk, hij heeft 2 shield potions. Dat betekent dat ik me naar 200 HP kan healen. Dude, dit is geniaal. En we hebben nog een sniper daar liggen. Dus wees niet ongerust. Ik zag hem liggen, die sniper, alright. Ik ga hem zo pakken. Maar eerst moest ik eventjes op een rustig plekje kunnen healen. Maar damn, dat was een fight. Dat was echt een hele zieke fight, zeg. Jezus, ik zag hem in één keer zitten. Hij wist waar ik was en toen was het battelen geblazen. Had hij verder nog iets wat mij boeit? Ja, ik neem die blauwe gun wel mee, weet je. Ik kan toch... Voor de rest heeft hij niks. Nee. Voor de rest heb ik alles al. Of heeft hij slechtere dingen. Dus ik neem dit gewoon mee. En ik zie nu al dat het bos niet versierd is. Aw, man. Dat is jammer. Maar ja, weet je. Misschien hebben ze nog in het bos versiering... Jezus, wat moeten we lang lopen. Ik kan maar beter nu gelijk al gaan rennen. Echt gewoon vanaf minuut 1. Nu. Gelijk die kant op rennen. Want ik ben serieus echt... super lang onderweg om daar te komen. En de cirkel die gaat hard, kan ik je vertellen. Over 1 minuut 20 gaat die al krimpen. En ik denk zeker wel dat ik 2 minuten onderweg ben. Nou, ja, valt ook wel weer mee trouwens. Als ik een beetje doorren. Kijk, ze hebben het bos dus wel versierd door die struikjes. Maar ja, dat is gewoon overal. Ze hebben namelijk de struikjes hebben ze gereplaced, als het ware, voor die kerstmisstruikjes. Fucking awesome, echt fucking awesome. Maar verder hier in het bos niet de bomen versierd of zo. Nou, jammer. Jammer. Ofwel een hele grote kerstboom. Hey, die hebben ze dan weer wel.
Maar dan begin ik me af te vragen, hebben ze dat misschien in elk dorpje neergezet, zo'n kerstboom? Zou dat zijn? Dus dat ze in elk dorpje, of elk grote lootplek-achtig iets, weet je wel, zouden ze daar een kerstboom toegevoegd hebben? Want bij Anarchy hebben ze dat dus, daar zijn we net geweest. Daar hebben ze een grote kerstboom met kisten erbij. Het was deze keer volgens mij één kist. Ja, het was één kist. Dat was zo'n heel raar begin van dit potje, dat was het. Oh, dat zijn die sneeuwballen, denk ik, of zo. Dat kan haast niet anders. Maar hier wordt dus ook geschoten, dus... En nu wordt het wel heel heftig. Waar komt het vandaan? Ze zijn vol in gevecht met elkaar, dat is één ding wat ik zeker weet. Maar waar? Oh, hier zo. Oké. Ik kom in zijn rug. Oh, hij wordt beschoten met die sneeuwballen. Is hij dood? Ja, hij is dood. Oké, en hij gaat nu looten. Yes, oké. Oh, nice, hij heeft die sneeuwbalmachine. Let's go, die wil ik hebben. Shield potion, even snel innemen. Hij heeft er ook weer twee. Oké, kan ik dit hier doen zonder gezien te worden? Shit. Hopelijk gaat dit goed, jongens. Goed om me heen blijven kijken, dat ik niet geamboost word. Oké, mooi. Nemen we die mee. De scar neem ik mee. De medkit neem ik mee. Voor de... Die... Wat heeft hij nog meer allemaal? Paarse gun hoef ik niet. Blauwe shotgun wil ik wel. Dus die neem ik zeker wel mee. En... Verder... I don't know. Ik denk dat we zo alles hebben. Ja, die metaal nog. Zo. Woe! Zo, jongens. Wat gaat het lekker in één keer. 5 kills. 14 mensen nog alive. We hebben een paarse scar. We hebben 188 levenspunten. Dit gaat goed. Dit gaat echt angstaanjagend goed. We hebben superveel resources. Wauw. Dit is letterlijk mijn eerste potje in deze kerstupdate. En ik vind het nu al leuk. En we hebben dus de sneeuwapparaat. Oh, kut. De cirkel. Nee, je mag hem geen damage doen, cirkel. Nee. Ah, hij gaat me waarschijnlijk wel damage doen. Niet heel veel. Maar hij gaat me echt net aanraken, denk ik. Echt net. Of net niet. Nee, net niet. Get fucked, cirkel. Lekker voor je. De cirkel heeft me niet aangeraakt. Yes. Oké. Nu gaan we hierheen. Dan zitten we aan de korte kant van de blauwe cirkel. Dat is handig. Want dan weten wij dat, zeg maar, vanaf deze kant waar ik nu met mijn pijltje overheen ga, daar moeten mensen dan nog vandaan zien te komen. Dat is bijna onmogelijk. Want de cirkel die maakt ze gewoon kapot. De blauwe cirkel. Als je snapt wat ik bedoel. Hier hebben we trouwens een lekker bergje, maar ja, die valt net niet in de cirkel. Want ik wil namelijk een fort nu gaan bouwen. Dat is nu al een beetje de tijd ervoor. Laatste 10. Dus het is nu al een mooi moment om een fort te bouwen in principe. Maar ja, dan moet je wel een lekker plekje hebben. En die heb ik nog niet gevonden. Misschien hierop. Dat zou kunnen. Dat zou wel eens een goed plekje kunnen zijn. Maar ja, goed op blijven letten, jongens. We gaan eerst eens kijken of er nog runners zijn vanaf de blauwe cirkel. Oké, I don't know. Dat vind ik nieuw. Maar hier kunnen we wel een mooi bunkertje bouwen. Hier kunnen we wel echt een lekker bunkertje bouwen. En ik denk dat ik dat ook gewoon nu ga doen. Ja, we gaan het gewoon nu doen. Zo, ik ga het zo snel mogelijk weer proberen, jongens. Ik probeer er handig mee te worden. En soms dan gaat het sneller dan de andere keer. Ik doe in ieder geval mijn best om het zo snel mogelijk te doen. Want ik probeer beter te worden in bunker bouwen. Omdat het gewoon echt super handig is om het te doen. Zo. Oké, nu moeten we dus verder gaan op steen. Wat niet erg is, want de onderkant is al van metaal. En metaal is het sterkste materiaal. Dus dat is mooi. Dan dit weer even van hout. Dan de stairs weer even van steen. Ik heb nog super veel steen. Ik kan gewoon alles wat ik nu nog wil bouwen, kan ik gewoon van steen doen in principe. Hop. Zo. En dan weer een grondje erin. En trappetjes erin. En nu zijn we best wel hoog. Nu zitten we echt best wel heel erg hoog. Oh, daar wordt ook gebouwd. I can see. Komt de jongen. Oh, what the fuck? Zo, kijk hoe groot die kogels zijn. Ik kom er alleen never nooit bij. Dus ik ga maar gewoon kijken of ik hem kan sniperen misschien. Oh, ja. Iemand heeft mij ook gezien. Ik werd beschoten met een sniper. Geen idee waar vandaan. Maar iemand weet in ieder geval dat ik hier ben. Laten we nu hopen dat de cirkel zometeen goed uit gaat vallen voor mij. Ik ga hem nog eentje hoger bouwen.
Ja, ik heb toch nog zat resources, weet je. Hoppakee. En die en die. Het is wel een lekker fortje zo, hoor. Ik ben er trots op. Ik vind hem echt mooi. Nu alleen nog kijken waar het gevaar vandaan komt. Ja, ik val nu wel op. Ik word getarget, omdat ze weten waar mijn fort staat. Iedereen kan hem zien. Dus dat is een beetje het risico van zo'n fort. Maar ja, in solo moet je wel, weet je. In solo moet je gewoon een fort bouwen aan het einde. Kijk, daar loopt iemand, daar loopt iemand. Wacht, weet je wat ik doe? Of. Oh, red ik niet eens. Of wel? Nee, red ik niet. Kut. Oh, daar loopt iemand. Ik zag hem. Maar ja, ik moet zelf ook echt oppassen, hoor. Dat ik niet gesniperd word. Dat is een beetje het risicootje van het bunker, zoals ik net ook al zei trouwens. 1 seconde en nieuwe cirkel. Fuck, ik zit er net naast. Kutzooi. En al mijn resources zijn zo'n beetje op. Oh, ja. Zie je? Hij weet waar ik ben. Die gast daar, in dat bunkertje. Die zit al op mij te knallen. Oké. Alright. Ben je dan? Oh, daar ben je. Ik zie je wel. Kom dan. Je kop zien dan. Kom dan, pik. Oeh, dan. Oh. Ja, maar als hij aan die kant was gepiekt, dan was hij dood geweest. Ja. Ja, wat gaan we nu eens doen? Ik denk dat ik sowieso... Oh, daar zit iemand. Maar ja, er zit ook met die gast die daar zit. Dat is gewoon kloten. Die focust gewoon alleen maar op mij. Die gast die daar zit is stinken. Fucking poep, sorry. Oh, hij gaat verder omhoog bouwen. Nice. Laat nog één keer je kopje zien. Kom maar. Kom op. Oh, daar gaat hij. Ja. Hij zit ook buiten de cirkel trouwens, die guy. Dus hij moet straks ook gewoon... Oh, nice. Wait. Oh, ik schiet te laag. Kut. Dit was mijn kans. En dat vind ik dus ook echt nog lastig met die snipers. Inschatten hoe ver je bullet gaat droppen. Dat vind ik echt moeilijk. Kijk, is dit bijvoorbeeld een goede hoogte? Ja, dat had een goede hoogte geweest. Oké. Dan weet ik dat in ieder geval. Holy shit. Daar zou hij moeten zitten. Dat heb ik gewoon doen trouwens. Wat de fuck ben ik moeilijk aan het doen? Hij heeft alles van fucking hout. Oh, damn. Daar is dus ook nog iemand. Oké. Okido. Daar zo. Daar kwam het vandaan. 100% zeker. Kijk, nu zit die Celtic rebuilden. Ja, ik moet eruit. Dus wat ik even ga doen. Kijk, dit werkt gewoon. Dat is wel even mooi. Haha. En nu kan ik gewoon springen. Yes. Oh, yes. Right. Woe. Dat ging nog beter dan ik officieel had bedacht. Hoppa. Doei doei. Oké. 9 mensen alive, jongens. 9 mensen alive. Oh, daar zit iemand. There you go, eliminated. Daar nog eentje beneden. Hoppakee, nog iemand eliminated. Daar zit nog iemand boven in het huis. Kom maar, ik weet dat je er zit. Ik moet trouwens niet stil gaan zitten. Yep, hij weet ook dat ik hier ben, oké. Woep. 7 eliminations, het gaat goed hoor. Oké. Oh, circle is coming. Daar komen schoten vandaan. Ik ga gewoon deze kant op lopen. Langs de blauwe cirkel. Dom-ti-dom-ti-dom. Nou, daar zo. Oké. Hoppa, headshot, bitch. 8 eliminations. Lekker. Het gaat goed, jongens. Het gaat goed. Oh ja, het gaat goed. Nog 5 te gaan. Of tenminste nog 4 te gaan. Want ik ben er natuurlijk ook eentje van. Ik ga zijn bolletje kapot schieten. Oh, hij gaat nu helemaal omhoog bouwen. Oké. Ah, hij heeft een gouden sniper. Nice. I like that. Thank you very much. Had hij een beetje veel metaal? Hij had niet heel veel. Hij heeft wel heel veel hout. Shield potion kan ik niet gebruiken. Ja. Nou ja. Oké. Ja, ik weet dat die gast daar binnen zit. Dat weet ik. Heeft deze gast misschien nog armor of ammo of zo? Of heeft hij helemaal niks meer voor de rest?
Had hij echt zo weinig, joh, deze guy? Oké, okay, wat is dat paars trouwens? Dat is paars shotgun. I like that. Thank you very much. Ja, die shield post laat ik gewoon liggen. Goed om ons heen blijven kijken, jongens. Want dit wordt het beslissende gevecht zometeen. Ja, kijk, ik kan zijn onderkant kapot knallen van zijn bunker. Dat kan ik doen. Laat ik dat ook maar gewoon doen. Fuck dat. Oh. Was deze een beetje goed geschoten? Nee, we schieten gewoon alles kapot van zijn ding. Hij schiet nu terug op me. Oh, kut. Jammer, pik. Woe! 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 De wall wordt gebouwd! Vier mensen live. Hij heeft nu geen idee waar ik ben, dat is mooi. Oh, daar is hij. Hij is bijna dood. Jammer dat ik geen kogels nu meer heb. Snel medkitje nemen trouwens. Hoppakee. There you go. Als ik het medkitje in heb genomen, dan zijn we best wel overpowered. Oké. Okay. Oh, hell to the no, boy. Hell to the no dat je dat allemaal gaat bouwen. Nou ben je fucked. Kut, ik moet reloaden. Wow. Waar de fuck komt dat vandaan? Ik weet niet waar dat vandaan kwam. Maar hij deed me damage. Naar beneden ofzo. Oh, daar loopt er ook nog eentje. Daarachter helemaal. Oh, hij staat bij de boom. Kut! Ja, dit is zo lame ook gewoon. Dit is zo lame. Ik had 8 kills. Maar dan zit er gewoon zo'n faggot op de trap. Gewoon te wachten, te sniperen. Terwijl ik gewoon in battle ben met mensen en zo. Dat is zo lame van die campers. Maar ja, je doet er helaas niks aan. Ik heb wel 8 kills. Ik ben meer dan tevreden. Gezien het feit dat dit mijn eerste potje was van de dag. En dus ook mijn eerste potje met de kerstupdate. Ik ben er blij mee. Dus hopelijk, beste kijkers, heb je ook genoten van dit potje Fortnite. Zo ja, doe dan alsjeblieft natuurlijk eventjes dat blauwe duimpje omhoog. Het wordt enorm gewaardeerd. En abonneer ook eventjes op mijn kanaal indien je dat nog niet gedaan hebt. En dan check ik jullie maar al te graag weer bij een nieuwe video morgen om 4:30. Laters!